Is die weer, Robert Bos, uit Friesenveen. Leuk dat je weer kijkt. Nou, mijn vorige schoonmaakvlog was natuurlijk niet erg serieus. Maar wel een beetje een hommage aan mijn schoonmaakster, die ik altijd heel dankbaar ben dat ze me altijd helpt. Nu weer een, ik maak minder serieuze vlogs. Of nog veel minder serieuze vlogs. Nee, dit wordt weer een technische vlog over mijn hobbycaravan. Weer, ik heb, zoals je misschien gezien hebt in mijn vorige vlogs, dakluik ingebouwd. Ik heb een muur voor onder gebouwd. Ik ben er echt blij mee, al is het alleen al in de straat manoeuvreren. En misschien zou het drukken van de caravan beter voor me zijn, dat terzijde. Zeg je nou dat ik dik ben? Nee. Goed. En wat ga ik vandaag doen? Wielhagens vervangen. Waarom wielhagens vervangen? Eigenlijk vorig jaar toen ik de caravan wegbracht naar de stalling, heb ik hem even gecontroleerd. Hoe staat het met de wielhagens? En ik verbaasde me erover dat ze een beetje gromden. Vooral aan deze kant. Dat wil zeggen, je draait hem en je hoort een grom in het laag. Ja, het zijn wel kogellagers, kunnen niet zo heel groot stuk lopen, maar toch, ja, voor die paar tientjes per lager ga ik ze vervangen. Ik laat jullie nu stap voor stap zien hoe je dat doet. En ik begin natuurlijk met de caravan eerst eens even veilig omhoog te zetten. Blijf kijken. De caravan staat veilig op hoogte en ja, nu het wiel eraf halen, remtrom eraf halen, stap voor stap. We beginnen natuurlijk met de kapjes, de mooie plastic kapjes, beschermkapjes over de wielbouten. Nou zo, als je misschien kunt zien hier, er zit een hele grote moer op. Echt heel groot. En dan heb ik gelukkig een stukje horlogemakersgereedschap, fijn precisiegereedschap voor, om dat los te draaien. Ik denk dat deze aardig in de buurt, oh, is nog te groot zelfs. Deze. Kijk eens, maatje. 41 mm. Dat is beter, dat is groter dan een steeksleuteltje 13. Dat is een beste moer. Mooi met zelfborging erop. Je kunt hem zelfs nog weer gebruiken, want het is een, hij vreet zich hier zeg maar met die vierkanten vreet hij zich vast namelijk. Borgering, afstandsschijf en het lager. Nu moet hij eruit. En ja, hij moet er aan deze kant door, maar ja, die zit natuurlijk heel erg vast. Die moet even, dat moet onder de pers gebeuren, onder een werkplaatspers. Ja, en die heb ik. Nou, de borgering is eruit. Ik heb hier een mooie grote dop die precies op het binnenlaag past. Dan moet ik even een beetje afstand overbruggen. En natuurlijk de krik, de krikstang gebruiken. Ligt hier. Krikstangetje. Hij goed dicht. Het eerste stukje gaat heel mooi. Hij is aan. En nu. En daar komt hij. Ik heb een paar nieuwe wielhagers gehaald. Mooi in een doosje. En dan zul je zeggen, hey, dit is geen doosje van de firma BPW of Knor of wie dan ook. Het zit namelijk zo, deze lagers met een buitenmaat van 72, binnenmaat 39.
En de breedtemaat 37, dat zijn lagers die zitten in heel veel auto's gemonteerd. Mazda, Ford Focus de eerste generatie. En deze, Daewoo Lanos, allemaal dezelfde maatlagers. Dus ja, ik heb ze bij een bevriende garagehouder, welke link ik nu laat zien, gehaald. En mocht je wat hebben liggen qua lagerwerk, je kunt hem altijd bellen, is prima. Heel belangrijk bij zo'n lager, hij moet er recht in zitten. Begin je verkeerd, niet recht, dan gaat het echt gelijk al mis. Mooi, hij zit weer dicht. De trekstang er weer bij, even de speling opheffen. En daar gaat hij. Zo, hij zit erin. Nou, het oude laag heb ik dus gebruikt voor erin te persen. En daardoor zit hij nu een stukje vast. Nou, ik heb hem ietsjes afgeslepen. Dus één keer een tikje. Iets vaker een tikje misschien. En dat was hem. Daarom heb ik dit randje eraf gehaald. Nou, nieuwe zit erin. Afstandring. De borgveer. Kijk, mooi in de rand. Het gaat geen kant meer op. Helemaal klaar om gemonteerd te worden. Nu heb ik hier nog een onderdeel wat eigenlijk voor die Daewoo is. Alleen ja, leuk om te bewaren. Maar het zit er niet op. Trommelkant er weer op. Eerst even iets laten zien over het remmen stellen. Tijdens het remmen. Met de oplooprem trekt aan een kabel. Kunt u hier zien? Hier zit een kabel aan vast. Als hij gaat trekken, dan zie je gewoon beide segmenten gaan naar buiten. Heel mooi. Werkt grandioos goed. Hier zit een afstelmogelijkheid. Aan de achterkant kun je een boutje verdraaien. En eigenlijk wat je dan doet is de basisstand goed zetten. Mocht je dat gaan doen zelf, hier zit ook een gaatje. Aan de achterkant moet je voor het afstellen even een boutje erin draaien. Of een boutje of een priem erin of een lange pen erin draaien. Dat dit systeem, de achteruitrijinrichting zeg maar, niet kan verdraaien. Afstellen, tot hij vast zit, iets terug, dat hij vrij loopt, pen eruit, klaar, niet meer aankomen. Heel simpel systeem. Zo, het wiel kan er weer aan. Maar voordat ik het wiel monteer, kijk ik natuurlijk wel even. Zitten er nog vreemde droogte scheuren of in, zie ik afwijking, bulten op de band. Nou, banden heb ik vorig jaar gemonteerd. Het gaat dus een beetje om alles na 5 jaar. Als een band, caravanband ouder is dan 5 jaar, zelfs op een camper. En ik vind persoonlijk ook een aanhanger vervangen. Want ja, het wordt toch aardig belast zo'n wiel. Hoe kun je nou zien hoe oud een wiel is? Nou, er staat een zogenaamde DOT-code op. In dit geval bij mij is de DOT-code, staat de DOT. Aantal, ENIR, zegt allemaal niks, maar er staat hier een viercijferig getal, 0119. Dat wil zeggen, eerste week, dus januari 2019. Ja, iets meer dan een jaar oud. Banden zijn prima. Dit zijn gewoon merk Highfly, komt gewoon wel uit China. Het is een Chinese band speciaal voor bedrijfsauto's. Het is een bedrijfsautoband die gewoon meer draagvermogen heeft. Is een super goede band ervoor. Ik monteer altijd zelf een stalen ventiel. Waarom rubberventielen? Ja, ik vind met de bandenspanning die ik erin doe, hier staat weliswaar 2,7. Maar ik tik gewoon de 4 bar aan. Omdat het een bedrijfsautoband is. Kan het zat hebben. Heel veel marge, daar gaat het om. Goed, genoeg geluld. Hij gaat eraan het wiel. Hij loopt weer mooi rond. Fantastisch, mooi stil, daar doe ik het voor. Zo. Onder de caravan. Mooi. Het remsysteem, dat werkt met een kabel, met een stang van voren. Die komt naar voren toe. En er wordt verdeeld naar 2 kabels. Dat zal ik jullie nu laten zien. Daar zit een gaatje. En dat is lastig te zien zo. En daar steek ik een pen, een schroevendraaier. Dat is er voor het moment dat je de rem gaat stellen, dat hij dan niet gaat bewegen in het systeem van het achteruitrijden. En het achteruitrijsysteem is simpel, maar heel ingenieus. Nou is het de bedoeling dat je de rem gaat stellen. Er zit dus een stelschroef aan de onderkant.
Hier zit de stelschroef. En nu ga ik hem opdraaien. Ik heb hem net al even stiekem een stukje teruggedraaid. En het gaat erom. Eigenlijk moet je net zo lang gaan draaien tot je wiel. Kijk, nu gaat hij al zwaar. Ik draai hem al helemaal aan tot hij echt aan zit qua. Dat hij ook zwaar gaat in het draaien. Dat doet hij nou. Dan zet hij zich even goed. Nou zit hij mooi strak. Nou zit hij helemaal vast. En nu is het een kwestie van terugdraaien. Tot hij weer soepel gaat bewegen. Kijk, het puntje en eigenlijk het puntje, het kantelpunt ligt een beetje hier nog niet. Hier zit hij vast. En hier zit hij los. Het kantelpunt, één tikje erbij los. En remmetjes gesteld. Pennetje er weer uit. En meer is het niet. Nog zo'n puntje van onderhoud. Het doorsmeren. Doorsmeren, dat klinkt eigenlijk best wel ouderwets. Vrachtauto's vroeger. Alleen vaak een oplooprem heeft nog doorsmeerpunten. Hoe doe je dat? Ja, je hebt er wel een speciale vetspuit voor nodig. Het is heel simpel. Je zet hem erop en je pompt de vet in. Ik doe 2 slagen, niet te veel, want je kunt niet zien hoeveel je erin doet. Achter een keer. En wat je dan eigenlijk doet, je pompt de vet in die bussen, in die nylon bussen. En die glijstang die kan dan weer mooi soepel op en neer gaan. Dus, mooi voor elkaar. Wielagers vervangen, remmen gesteld, oploprem doorgesmeerd. Ik ben eigenlijk nu, ja nog een paar kleine dingetjes, maar ik ben eigenlijk klaar om op vakantie te gaan. Iedereen is weer aan het werk en nu mag ik. Wat een eer. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je me wilt liken. Deze kant onderin. Vind je het niet leuk? Ja, dat je weer erom pech gaat. Tot de volgende keer.